Oké, en de beat gaat. Luister. En... actie. Opnieuw is Eindhoven het decor voor een Nederlandse film. Vorige maand werd in de wijk Tivoli al gedraaid voor de film De Helleveeg. Deze week is landgoed Eikenburg aan de beurt, waar opnames worden gemaakt voor de film Of ik gek ben. We zitten nu met De Helleveeg en met deze film zitten we al 4 weken op het Wolfsveen samen. Mierlo, epicentrum van de Nederlandse filmindustrie. Ja, het Hollywood van het zuiden. Die had daar nou uit gedacht. Dus hij is gewoon goed. De film gaat over een jonge kunstenaar die in een TBS-kliniek belandt. Een verhaal over de onvolmaaktheid van de mens. Nou, ik hou van films die en komisch en vermakelijk en dramatisch en maatschappelijk verantwoord zijn. En ik denk dat dat allemaal in deze film zit. Ja, wat biedt deze film? Die maakt jou een beter mens, jongen. Echt waar. Je gaat er gelukkig uit. En daar ga je ook nog ergens over nadenken. Nou, wat wil je nou nog meer? We hebben dit met heel veel verenigde krachten gedaan. We hebben een ontzettend grote crowdfunding opgezet in Brabant. Daarom Frank en ik wilden heel graag in Brabant draaien. Omdat we dachten, hier krijgen we nog dingen voor elkaar. Dat is gebleken. En er is heel veel geld uit Brabant gekomen voor deze film. Überhaupt de mensen die daarbij betrokken zijn. Ook materialenhandels. Iedereen vindt het leuk om op een of andere manier iets bij te dragen hieraan. En die sfeer... die voel je iedere dag ook weer op de set. Met geld van Brabantse ondernemers en particulieren wordt de film gemaakt. Bijzonder dus. En ook bijzonder is het regisseursdebuut voor Frank Lammers. Want normaal staat de geboren Mierlonaar voor de camera's. De wijze gaat niet meer. Het is echt harder. Ja. Met meer energie. Ja. Als acteur, dat is ook heftig. En je bent ook de hele dag bezig, maar... als regisseur gaat het daarna ook nog, hoi, gaat het ook nog door, zeg maar. Dus het is eigenlijk 20 uur per dag ben je bezig. Dat kan nooit gezond zijn. Hoe doet Frank Lammers het als regisseur? Waanzinnig. Ja, het is echt, het is in één woord waanzinnig. Het is altijd heel verschrikkelijk, want hij zegt altijd, ik kan alles, zegt hij dan. En hij bewijst zichzelf steeds meer dat het ook echt zo blijkt te zijn. Het is verschrikkelijk, maar het is wel zo. Aan de film doen ook Eindhovenaren mee, zoals muzikant Denvis en tientallen figuranten uit de regio. En nou zie je gewoon hoe dat het echt achter de schermen gaat. En dan valt het toch wel op dat het veel en hard werken is en niet zo snel klaar is als je dacht in het begin. Begin volgend jaar is Of ik gek ben te zien in de Nederlandse bioscopen.